Voorleestip 1. Voor het vertellen van een prentenboekverhaal zijn de prenten ontzettend belangrijk. Dan zou het dus fijn zijn als je je handen vrij hebt om het verhaal te vertellen. Hoe kun je dat doen? Door bijvoorbeeld het boek gewoon rechtop een tafel neer te zetten. Maar je kunt ook een schildersezel gebruiken of bijvoorbeeld een kookboekenstandaard. Daardoor kan je gemakkelijk de bladzijden omslaan en zijn de plaatjes goed zichtbaar voor de kinderen die luisteren naar het verhaal.